Nou, wat ik nu heb, dat is ja, gewoon een Seat Ibiza noem het maar. De eerste uitvoering. Ja, het ziet er wel leuk uit. Ja. Maar het is een soort sleeper noemen ze dat. Ja, wat is een sleeper? Dat is een auto, die ziet er gewoon lekker standaard uit. En er zit een brom in. En er zit gewoon een mooi klein uitlaatje onder. En hij is van mensen die achter me zitten, even zwaaien. Ah, zwaaien. Mevrouw. Mama, zwaaien. Ja. Nou, die is van hun. Ik kom helemaal uit hier hoge water voor mij. Dat vind ik hartstikke leuk. Ik voel me ook zeer vereerd. Er zit er geen elektrische raam in. En nou, als je al een beetje kijkt wat het is. Ik kan in ieder geval mijn gordel omdoen. Ja, daar zit iets speciaals in. 1,8 turbo. Nou, ben benieuwd. En een case van. Van de Seat Leon. En die jongen is zo handig. Hij is lastig. Joe. Echt het heel goed gemaakt. Nou, we gaan het even kijken hoor. We gaan het meemaken. Jezus. Jezus man. Ah, dat is niet normaal. Je moet twee handen je stuur vasthouden gewoon. Jeetje. Oh. Zo, tering hé. Nou, die ziet er helemaal niks bij. Het is echt zonde dat er zoveel wielspin is. Als die maximaal koppel op de banden kan krijgen. Ja. Dat gaat gewoon echt alle kanten op, joh. Jezus. Oh, wat is dit gaaf. Nou, dat noemen ze dus een sleeper. Dat zie je dus gewoon een gewoon normaal Seatje Ibiza uit 1990. Voor de rest niks bijzonders. Jeetje. Ah, oh, jeetje. Ik ga hem kopen van hem, denk ik. Maar helemaal uit Heerhug was. Dat is bij Alkmaar, geloof ik. Maar omdat hij filmpjes op Facebook ziet, vindt hij dat leuk om helemaal hier naartoe te komen. En uiteraard een filmpje, hoor. Dat wilde hij dus ook. En ik ook. Want ik ga nog even een stukje meer rijden. Want ja, dit maak je natuurlijk niet mee. Ja. Niet die richting, maar hij doet het ook. Nou, hij is net gekeurd ook. Hij is gewoon goed. Echt, ja, een klein dingetje. Een stuurhuisrubbertje. Ja, dat was even niet goed. Nou, dat maak je gewoon even voor die jongen. Jeetje! Ik ben gelijk fan. Hij staat ook op kenteken, hè, dat dit de turbo is. Geluid alleen. Ja. Ja, als je dat nog kan maken. Nou, ik ga je niet zo hard rijden, want je mag hier niet hard rijden. Dus, maar waarom dat rode lampje knipt, is omdat er van de remblokken indicatoren. Nou, dat zit er natuurlijk niet op bij deze auto. Er is ook helemaal geen afkeurpunt. Dus. Nou, gewoon lekker rustig rijden. Ja, ik zou ook elektrische ramen inbouwen. Vind ik toch wel leuk. Maar dit is toch even wat anders, hè? Jezus! Dat wordt een aardig pluitje wat erin zat. Ja, dit is gewoon tering hard, super hard, man. Het gaat gewoon, hè? Er zit een 1,8 turbo in. En, ja, maar het is gewoon normaal, Ibizaatje. Ja, maar niet normaal. Je ging weg en gewoon. Nou, ik ga het. Ik ga hem gauw weer terugbrengen naar die meneer. Dit is echt mooi. Hey, hoi. Hoi. Oi, oi, oi. Ja, een goeie jongen die Joe. Die heeft er verstand van. Die weet waar hij mee bezig is. Ja, en nogmaals, ik zou wel remmetjes zeker aanpassen. Zeker de remschijf, blokjes. Zou ik achter ook doen. Maar nogmaals, voor de RDB is die goed gekeurd. Ja, waarom zou je dat dan niet doen? Blijf ook gewoon goed lopen. Helaas, ja, geen stuurbekrachtiging, maar ja. Geweldig, ja. I love it. I love it.